plaatjes. Gemiddeld, hè? We gaan niet op de details letten. En je lacht je kapot. Tenminste, dat hoop ik dan, hè? Want iedereen heeft zo zijn eigen gevoel voor humor. Maar ja, het nieuwe Dirk-Jan-album is er. En ik verbaas me er elke keer weer over. En dat heb ik niet alleen met Dirk-Jan, maar heel veel andere strips. Hoe ze het voor elkaar krijgen om in 3 plaatjes gewoon een ontzettende leuke grap te brengen waar je dubbel ligt van het lachen. Kijk, ik lig niet van elke grap dubbel, maar in de regel vind ik elk album van Dirk-Jan een genot om te lezen. En zoals je achter me kan zien, heb ik er inmiddels al een heleboel. Want ik ben hem gewoon langzaam aan het verzamelen met terugwerkende kracht. Ik ben met de nieuwste begonnen, zo langzaam werk ik terug naar het begin. Nou ja, oké, ik heb hier wat beginnummers. Ja. Ik wissel een beetje af. Traditiegetrouw was Mark Retera natuurlijk weer op het stripfestival in Breda om daar te signeren. Nou ja, signeren, hard werken zul je bedoelen. Want als je langs een standje loopt, dan zie je dat hij in de ochtend pakweg 1,5 uur signeert. En in de middag pakweg 1,5 uur. En alle andere tijd zit hij eigenlijk in een hoekje met een hele stapel boeken naast zich. Allemaal tekeningetjes te maken voor alle mensen die zo'n boek gekocht hebben. En nou, dat is natuurlijk altijd weer heel erg tof. Ik heb er natuurlijk ook weer een hele leuke in. Ben ik ook heel erg blij mee. Dankjewel, Mark. Echt heel tof. Maar het gaat natuurlijk verder om de inhoud, hè. Want het is een moment waar ik echt naar uitkijk. Elk jaar weer kijk ik gewoon uit. Breda, Mark Retera, nieuwe Dirk-Jan. Meestal wacht ik trouwens tot het eind van het jaar voordat ik hem bespreek. Maar ik dacht, laat ik dat nou eens gewoon eerder doen. Want ik heb hem gelezen en ik vind hem gewoon tof. Alleen, elke keer vraag ik me weer af, hè, want ik heb nu al meerdere vlogs over Dirk-Jan albums gemaakt. Wat moet ik erover vertellen? Wat maakt nou zo'n album zo leuk? Want dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Voor iedereen zitten er zaken in waarvan je zegt van ja, dat spreekt mij aan. En andere mensen hebben misschien weer andere dingen. Het voordeel natuurlijk is wel dat er in een Dirk-Jan album allerlei thema's voorbij komen. Er zitten bijvoorbeeld hele actuele thema's in. Ik denk even aan dat hele idee van liegende mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en dan opstappen. Dat vind ik een hele goede vondst van het team Mark Retera, laat ik het zo even zeggen. Want laten we heel eerlijk zijn, hij zet op de achterste pagina altijd even neer wie er allemaal meegewerkt hebben aan die prachtige grap. Want hij bedenkt ze niet allemaal zelf. Ik weet eigenlijk helemaal niet welke hij wel en niet bedenkt. Maar dat maakt niet uit, want dat is dan weer een beetje de magie. Hij tekent het in ieder geval heel erg tof en het zijn gewoon hele leuke grappen. Ik heb er gewoon even een paar uitgepikt waarvan ik dacht van weet je, dan laat ik die gewoon even zien. Bijvoorbeeld even het hondenpoepprobleem. Ik bedoel, dat is toch iets waar heel veel mensen zich aan storen. Nou ja, nu we dan toch even lekker aan het bladeren zijn. En dan zeg ik even van, nog steeds een van mijn favorieten. Dat is en blijft toch wel eventjes Von Druten. Die blijf ik gewoon heel erg goed vinden. En ook hier zitten weer een paar hele toffe platen van hem in. Een hele leuke take op het hele alien verhaal. En dat soort vondsten, dat vind ik gewoon heel erg tof. En daar geniet ik zo van. Hè? Van het moment dat je het herkent, dat het toch in een andere setting gebruikt wordt. En dat je dan een bepaalde ontknoping krijgt. Dat is een beetje, ik heb wat nazoekwerk natuurlijk gedaan. Dat wordt ook een beetje aangegeven als het recept voor een geslaagde grap. Er zitten ook altijd bepaalde thema's in, hè, waar meerdere grappen op rij voor gemaakt worden. Er zit trouwens geen lang verhaal in deze keer. Maar de Man Cave van Bert, die vind ik ook ontzettend goed gevonden. Daar maken ze ook weer hele leuke dingen mee. Vakantie blijft ook een steeds terugkerend thema in de wereld van Dirk-Jan. En als we het dan over vakantie hebben, ook weer een terugkerend figuur. Meteen even de vakantiefrustraties van Batman. Batman is nog iemand waar je voorlopig nog even ongestraft grappen over kan maken. Totdat we erachter komen dat hij echt bestaat. En ja, dan kan dat ook al niet meer. Want je kan steeds minder grappen over mensen en instanties en dingen gaan maken. Dus het wordt steeds moeilijker voor mensen als Mark Retera en de mensen die de grappen bedenken om onderwerpen te vinden om die grappen over te bedenken. Maar gelukkig, en dat vind ik eigenlijk altijd nog steeds de kracht van Dirk-Jan, dat ze juist de kwetsbare groepen en mensen die zich echt aangesproken voelen weten te mijden en gewoon ja, leuke grappen kunnen maken waar iedereen gewoon hartelijk om kan lachen zonder dat mensen zich aangesproken voelen. Nou, gelukkig maar. Laten we daarmee door blijven gaan. En één ding wat ik ook super grappig vind, en dat is wel een van de belangrijkste redenen waarom ik überhaupt Dirk-Jan zo leuk ben gaan vinden, dat zijn de woordspelingen die erin zitten. En ook hier zitten gewoon weer een paar hele toffe in. En ja goed, dit zijn er allemaal een paar. Er zitten er nog meer in, maar die vind ik gewoon echt helemaal geweldig. En natuurlijk opa Bokma. Kijk, hij staat op de cover, dus hij speelt wel een belangrijke rol in. Even het hele idee van
klonen. Opa Bokma die is ook bezig geweest. Kijk, iedereen denkt allemaal van klonen is iets van deze tijd. Maar dat dachten we ook van vloggen en dat dachten we ook van Instagram. En opa Bokma blijkt dat gewoon al jaren te doen. En die ook met klonen is hij al heel lang bezig. En hij is al heel ver. Alleen ja, het lukt niet altijd helemaal zoals hij wil. Goed, zo kan ik natuurlijk wel doorgaan om allerlei voorbeeldjes aan te halen. Waarom ik denk dat Dirk-Jan grappig is. Maar wat voor nut heeft dat eigenlijk dat ik dat doe? Want je moet gewoon naar de stripwinkel gaan, gewoon de Dirk-Jan gaan halen en gewoon lekker gaan zitten lezen. En verder niet nadenken waarom. Dat is helemaal niet een belangrijke vraag. Je moet eigenlijk gewoon helemaal niet nadenken. Je moet gewoon lekker genieten en lekker lachen. Want ik blijf het een fantastische strip vinden. En ik zeg al, wat ik heb laten zien is echt maar een greep uit het boek. Er staat nog veel en veel meer in. Dus ga hem snel halen bij de stripwinkel. Ga er zelf lekker hartelijk om lachen. Om de grap die jij leuk vindt. En ja, je mag natuurlijk altijd in de comments even laten weten wat jij nou de leukste grap vond in dit boek. Daar ben ik natuurlijk zeker wel nieuwsgierig naar. Dus nou, doe dat. Ga lekker lezen. Ik wens je heel veel leesplezier. Ik wens je heel veel lachplezier. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je de volgende keer natuurlijk weer kijkt.